Ieder jaar krijgen in Nederland 200 gezinnen te horen dat er voor hun kind dat kanker heeft geen genezing meer is. In veel gevallen gaat het kind dan naar huis, waar ouders tot het eind aan toe er het beste van proberen te maken. Meestal zonder begeleiding. Het overkomt Marie-José Pulles, die 7 jaar geleden haar zoontje verloor. Dit kaarsje brandt altijd? Ja, het brandt altijd voor Karel. Dat is een ritueel geworden waar we mee begonnen zijn meteen na het overlijden. Toen zijn we kaarsjes gaan branden en dat zijn we blijven doen al 7 jaar. Karel overleed 7 jaar geleden aan een hersentumor. Hij was de laatste weken voor zijn dood thuis. Maar zijn ouders kregen daarbij geen begeleidende zorg. We hebben heel veel zelf georganiseerd. En achteraf dachten wij van, we zijn zo dag in dag uit aan het organiseren, aan het redderen geweest. Die tijd hadden we veel liever willen besteden aan gewoon bij hem zijn en dingen doen samen met hem zonder al dat georganiseerd. In Nederlandse ziekenhuizen ligt de focus in eerste instantie op genezen. Als een kind vervolgens uitbehandeld is en thuiskomt, staan de ouders er vrijwel alleen voor. Dat vond ik eigenlijk heel merkwaardig. Juist omdat je in zo'n extreme situatie terechtkomt. Je kind kan niet meer genezen. Je kind gaat overlijden. Erger kan het toch niet? En dat je dan juist minder zorg krijgt, dat vond ik heel verbazingwekkend. Het verhaal van Karel staat niet op zich. Om de 2 dagen overlijdt een kind aan kanker. Na zijn dood praat Marie-José met tientallen ouders die hetzelfde ervaren hebben. En allemaal vinden ze, de palliatieve zorg voor kinderen schiet tekort. Onze zoon is ruim 7 jaar geleden overleden. En in die periode zijn 6 onderzoeken uitgevoerd. Maar organisatorisch gezien is er weinig veranderd in die periode. Nou, ik heb daar mijn missie van gemaakt en daarmee probeer ik een bijdrage te leveren om die zorg wel georganiseerd te krijgen. Omdat het moet gewoon kunnen. Ik bedoel, als het in onze achtertuin kan, dan moet het hier toch ook kunnen. Waarom zou het in Gent wel kunnen en in Nederland niet? Ja, in die achtertuin in België wordt veel aandacht besteed aan de opvang en verzorging van doodzieke kinderen die thuis op het einde wachten. Een zogeheten koesterteam probeert de tijd die het kind nog rest zo draaglijk mogelijk te maken. Netwerk volgt de laatste maanden van de 9-jarige Annelies. Boven de daken, de zon in het gat. Achter in de auto krijgen wij al benauwd. Dit is Annelies, een Belgisch meisje van 9 jaar oud. Annelies heeft kanker. Ze wordt niet meer beter. Toch vinden wij het een knap idee. Deze trip naar zee. Soms heb ik wel druk op mijn rug en dat is niet fijn. Dan heb ik echt drukken en ja, dan gaat het echt niet. Dan doet het echt verschrikkelijk veel zeer. En, dus heb ik, ja, en dan slapen mijn handen soms en dan slapen mijn voeten. Ik kan er echt niet meer tegen. Het is echt, echt, ik zou zo zeggen van doei. Je krijgt dat dan te horen. Op dat moment vergaat je wereld. Ja. Je voelt de wereld onder je voeten wegzakken. En je hebt geen idee hoe dat je verder moet. En dan zou je bij wijze van spreken voor de eerste de beste trein dat je tegenkomt, zou je over willen steken. Hoe begeleid je je kind als dat ongeneeslijk ziek is? Daar bestaan geen protocollen voor. Er zijn zoveel vragen, angsten en onzekerheden. In het Belgische Gent is er daarom Koester. Palliatieve zorg speciaal voor kinderen. Hij had er maar eentje hoor. Koester zorgt voor alles. Die zorgt dat er mensen van de mutualiteiten komen, dus van de ziektekostenverzekeringen. Die zorgen dat het bed geregeld wordt, die zorgen dat het matras geregeld wordt. Koester zorgt dat de dokters op de hoogte blijven van hoe dat het gaat met Annelies. Koester zorgt inderdaad voor het gesprek met de psycholoog. Koester zorgt inderdaad eigenlijk voor heel veel.
Waardoor dat je als ouders je compleet kunt focussen op je zieke kind. En ik denk dat dat eigenlijk wel heel erg belangrijk is. Zo, meisje. En doet er nu maar het t-shirt gewoon over ze. Goed? Koester wordt gefinancierd vanuit het Kinderkankerfonds. Het bestaat uit 4 zogenoemde koesterverpleegkundigen. Ze zijn altijd bereikbaar. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Oké. Zo, tot straks. En dit is dan mijn kamer. Uitgangspunt is dat Annelies thuis kan blijven. In haar eigen vertrouwde omgeving. Ik denk dat wij vooral ondersteunend kunnen helpen. Het feit dat we kunnen zorgen of dat we alles kunnen organiseren omdat dat kind zou kunnen naar huis gaan. Want eigenlijk, waar kan een kind beter zijn dan thuis? Ik denk dat vooral het al naar huis kunnen voor een kind van groot belang is. En voor gans het gezin trouwens. Die mensen die zorgen voor mijn medicijnen. Ja, dat ik geprikt word als het nodig is. En normaal doet het ziekenhuis dat. Maar ja, Koester die doet het dan thuis. Dan moet ik niet iedere keer een uur naar Gent. Want dat is ook niet echt, makkelijk. Van hier iedere keer naar Gent en van Gent weer terug. Dat is een uur rijden. En ja, ik ben al aan mijn derde bezig. Hè? Niet alleen Koester komt bij Annelies op bezoek. Ook haar klasgenootjes komen langs, wanneer ze dat willen. En haar juf, om les te geven. Ik krijg kramp in mijn vingers. Dat vind ik wel fijn, ja. Dat ze thuis les kunnen komen geven. En ik denk dat de kinderen in Nederland dat ook wel fijn gaan vinden. Als ze niet naar school zouden kunnen. En dat je vrouw dan toch bij hun visite kan komen. Om toch dingen aan te leren. Dames en heren, ze haalden bijna 20.000 euro op voor het Kinderkankerfonds. Het kind van het jaar, Annelies Dieltjes. Nu wil ze dit ook doen, Koester naar Nederland halen. Ze zegt, want ze moeten dat in Nederland ook hebben, want anders moeten ze van Koester zo ver rijden. Ik vond dat wel grappig, maar ik zeg nee, ze gaan dan in Nederland een nieuwe Koester maken. Het is raar voor een vooruitstrevend land als Nederland dat niet bestaat. Want er is niks ergers voor een ziek kind om langdurig in het ziekenhuis te moeten blijven. Mama no tata, mama no tata, mama no tata, bandita. Haar mooie haren zijn weg. Zij heeft een heel dik gezicht. Ze is 21 kilo bijgekomen op 3 maanden tijd. Haar lichaam staat vol met streeën door het scheuren van haar lijfje. Ja. Ze heeft geen controle meer over haar blaas. Ze heeft geen controle meer. Als ze naar de wc moet, dan moet ze echt rennen. Want anders dan zit het en ze draagt dus een incontinentiebroekje. Waarom? Hoe voelt zij zich? Daar moet je eigenlijk natuurlijk weinig bij zeggen. Papa's neus is vies. Met Annelies gaat het steeds slechter. Ze zegt dat ze naar opa wil. Haar ouders praten erover met haar, op aanraden van Koester. Ik zeg, denk je dan dat je doodgaat? En zondag zei ze tegen mij van, mama, ik ben al een jaar ziek. Ik heb al een jaar kanker en ik heb nog steeds pijn. Ze zegt, dat kan niet goed zijn, hè? En ze zegt, en ik krijg ook geen chemo meer. Ik zeg, nee schat, want chemo helpt niet. Het is nu je lichaam en de nawerking van de bestraling die eventueel nog zijn werk zou moeten doen. Ja, zegt ze, maar ik heb zoveel druk in mijn rug. Ik voel dat dat niet goed is. Dus dit zijn 2 fotootjes. Eentje van allebei waar ik op sta en eentje met mijn opa erbij. Dat was toen ik heel klein was. En soms draag ik deze ketting. Zodat ik het gevoel heb dat opa bij mij, dicht bij mij is. En dat vind ik altijd wel fijn. Om dicht bij mij te hebben. Dus opa belangrijk voor je?
opa is heel belangrijk voor mij. Het was mijn allerbeste vriend. Ja, sorry hoor. Ja. Op 9 mei overlijdt Annelies. Donderdag, toen dat de dokter zei dat ze waarschijnlijk niet meer beter ging worden, heeft ze denk ik voor haar gewoon gezegd, kijk ja, ik laat het los. Ze heeft heel dapper gevochten. En als ik haar dan vroeg van, schatje, waarom blijf je zo vechten? Want je zag dat ze op was. Dan zei ze van, ik moet vechten mama, want anders sterf jij van verdriet. Hallo. Dag mama. Ook na de dood van Annelies gaat de zorg van Koester door. Het is eigenlijk iets wat wij als koesterverpleegkundigen doen, dat we een gezin na het overlijden van een kind opnieuw bezoeken, om te zien of de rouw eigenlijk goed verloopt, of mensen na het overlijden van een kind opnieuw contact opnemen met de wereld rondom hen en niet zomaar alleen blijven zitten eigenlijk met hun verdriet en geen contact meer opnemen. Als wij zien dat mensen opnieuw het leven, de draad van het leven opnemen, dan weten wij dat hun rouw ook normaal verloopt. Die kind afgeven, dat is de grootste straf die dat je als ouder kunt krijgen. Dus als je dat dan inderdaad kunt doen, zeker voor het kind, in een vertrouwde omgeving, dat is het mooiste dat je een kind kan geven natuurlijk. Hè? Want ze was omringd door al die ze lief had. En ze is gewoon vredig kunnen inslapen. Meer kun je niet doen, hè. Koesteren van je doodzieke kind in een reportage van Michiel Hendricks en Herman.